Ik heb één ding geleerd. En als u dit van me kan nemen, wie zullen leren next more of what day is. Maar één ding heb ik geleerd de afgelopen 10 jaren. Ik persoonlijk geef niemand nooit de schuld van het resultaat van mijn leven. Meneer tak na pastor, meneer tak na ex-vrienden, meneer tak nee. Ik ben hoofdverantwoordelijk voor mijn leven. Ik moet de juiste keuze maken met God. Is ja amen, kom zwakkie. En volgens mij is dat je ziet ook aan de mina, Yusrevi. Als je vandaag, laat mij een voorbeeld geven. Als je vandaag 60 jaar bent en je hebt niet een eigen huis of een eigen perceel. Naar mijn schuld. Nee, pas schuld. Ik praat over iemand van bijna 60 jaar. Zijn jouw kinderen schuld? Wie schuld is het dan? Dus we moeten komen op de plaats om te beseffen dat wij allemaal kansen krijgen in het leven. En dat we momenten krijgen, luister goed, momenten krijgen dat we dingen kunnen herstellen, slash corrigeren, slash dat we over dingen kunnen praten met elkaar. De Bijbel zegt, kom dus tot bezinning en word nuchter. Mannen, mannengeren, manboy. Het is tijd dat u met uw vrouw gaat praten. Nee, hoor zo'n tapi ati. Wat manengeren, hoor zo'n tapi ati toere. De maïdje de oma's maar schuld dat na oma's mij hoort zo'n tapi ati. Maar ik heb ontdekt dat wallo manengeren hoor zo'n tapi ati. Ik ben met je gegaan naar je moeder. Je hebt een kippenboot gezet voor je zwager. Maar je hebt mij bek en nek gegeven. Dat 10 jaar lang aan mij wakker gaan staan dat hij. Zodra ik maar met zwager, ik kon dan, hoe gaat het? Ik go. Dat vrouw, ik zeg, maar waarom kom je nooit wanneer Johnny erbij is? Maar ik hoor ook, want ik vind een vrouw loopt Johnny moramang. Want Johnny heeft kippenboot gehad, hij is bek en nek gehad. Dat is de reiste onzin, toch? Wanneer je soms hoort wat mensen vasthouden 20 en 30 jaar. Weet u wat het voordeel is van met elkaar praten? Anders gezegd, een beetje theologisch gezegd, om tot bezinning te komen en nuchter te worden. Is dat je een hoofdstuk kan afsluiten in je leven. Je kan een hoofdstuk afsluiten. En die sluit dat hoofdstuk af, vrouwen. Tama op je atigi nu, zusters. Niet wanneer er weer iets gebeurd is over 6 maanden. Dat je dacht, en je had me ook nog gezegd van Sintja. Mijn nek. Nee toch. Wanneer je praat over dingen, wil je dingen afsluiten. De mij dat je mooi in Bakratongo. Dan begin je met een clean sheet. Dat we begin opnieuw baka. Koutaki. Manga Vanessa Taki en Utak over Walosani, dat beginnen we opnieuw. Zondag 30 augustus 2015. Gesproken. Dies bent de zondoef mee. Vergeven en vergeten. Mika Jerewa amen na vergeten. Nieuw hoofdstuk. Amen. Weet je hoe prettig het is? Om te weten dat we dit hebben uitgesproken. Mijn man gebruikt een bijbellijk symbool. Maar al die toestanden van ons. En we hebben gesproken met elkaar. En we kunnen opnieuw beginnen. Maar Sani begin gewoon Sani. Eenvoudig Sani. Saka Yusrevi. Dan gado op oyu. Wees nederig en God gaat u verhogen. Amen. En de Bijbel zegt. Als je nuchter en tot bezinning, op dat geen kunt bidden.
Laat me het vertalen in deze tijd. If me nanga broeder dis net taki. Je moet goed op me letten. Volg me. Nou no de intellect $6 million ai. If me nanga broeder dis net taki. Wanneer ik het niet met hem heb uitgesproken, mi ka cherchi. Dan mi kong, me sing ik ben so blij, want Jesus redde me, ben blij, so blij, want je... Vijands doordrappen. Maar dan mijn long kon ja, mijn hart is al veroordeeld, God heeft me al getoond dat, dan mijn kon snap ja, Gadomasra, Tewide, en zoals mij stelde aan dat juist door gedanst, ja, Misaveni, Krotapu, je bent loerio. Vanaf je van hier bent weggelopen. Ga dan naar president, look eens. Wat voor grappenmaker is dat? Dan ga je wacht niet want die ik is Israëvi. Je bent gaan bidden, dan ga je dat ik wil hebben dat je het goed maakt met die broeder. En dan kon je dat niet eens zoeken. Voor alle wie zat dat broeder weer. Dan had hij daar gekomen. Ik heb het gewoon vergeten dat ik een pardon heb actie. One word op taki me klaring. Je hebt een getuige in de zaal. Maar daar gaat het over, brada. Ah, ik ben weer de mima. Hoe de baga. Amen. Klaar. Ik heb een voorbeeld, maar ik ben weer de mima. Amen. We hebben elkaar nodig. Elke persoon in je leven heeft God toegelaten. Elke persoon in je leven was soms jouw eigen keuze. Was maar we moeten verder gaan. Zonder ruzie, maar met liefde.